Ik vind het gewoon heel leuk om hier te zijn. Nou, we weten dat heel veel mensen in de vakantie toch alleen zijn. En hebben gezegd, nou, we houden de woensdag, doen we een open dag. Mensen zijn allemaal welkom. Mogen komen koffie drinken, mogen we een broodje soep eten als ze dat willen. En alles doen wat ze willen. Ja. Geen evangelisatie, maar gewoon gezellig bij elkaar zitten. En gezellige dingen doen. Ja. Dit is de ontmoetingsruimte waar we altijd koffie drinken. En waar we vergaderingen houden. En waar we af en toe verhuren aan gemeenten en dergelijke. Die heeft hier dan ook vergaderingen. Maar dit is de ontmoetingsruimte waar je rustig met elkaar kunt koffie drinken. En gewoon gezellig met elkaar kunt zitten. Waarom bent u vandaag hier aanwezig? Voor gezelligheid. Het is gewoon heel leuk om onder de mensen te komen. Ik vind het gewoon heel leuk om hier te zijn. Het doel is om in ieder geval mensen hier binnen te krijgen en met mensen in gesprek te zijn als dat nodig is. Mensen te helpen, materieel, maar ook emotioneel vaak op dat soort terreinen. Een gesprekje, een kopje koffie en dat doet veel. Dit is de kerkdienst, nog een normale kerkdienst zoals je bij elke kerk vindt. Van 10 tot 11 uur hebben we een kerkdienst waar een toespraak is en waar we met elkaar zingen, waar ons muziek uitspeelt. En dat is in feite het globaal wat we doen elke zondagmorgen. Dat zijn de ramen die komen van het vorige gebouw wat we gehad hebben, een klein zijstraatje van de Raadhuisstraat. Die hebben we daar uitgehaald, die zijn 130 jaar oud. Het zijn de oudste ramen die we van tegen dezelfde in Nederland hebben. Dus daar zijn we heel zuinig op en zijn helemaal gerestaureerd. Een nieuw licht erachter en dat brandt aan elke zondag ook. Het is gewoon heel leuk en dan heb je gewoon paren en een tijd gewoon niet, dat hoef je niet thuis te zitten, niks te doen. Dus dat vind ik gewoon heel leuk. In de winkel vind ik ook heel leuk te kijken. Maar deze maand is die gewoon dicht, omdat vakantie is. Er komen gemiddeld dinsdagsmorgens 80 tot 100 mensen. Woensdagsmiddags iets minder, dan hebben we de 60, 70. Maar het loopt heel goed. Als je zegt een jurk of een broek, dat is allemaal 2 euro. Alleen de jassen zijn 3 euro. Okay. En de kinderkleding is dan goedkoper. Maar dat houden we ook om, want we vinden dat iedereen het moet kunnen betalen. Nou, er zijn een aantal bekenden en een aantal mensen die eigenlijk haast nooit komen. Maar het is een begin en we starten hiermee. Er zijn niet zo heel veel mensen, maar het is een begin. Hoewel het heel moeilijk is om mensen die echt eenzaam zijn, om die te krijgen. Want die blijven vaak achter hun eigen deur toch zitten. En dat is heel jammer.